Het groeien in bewustzijn. En ja, net als dat 2D, de striptekeningen naar 3D gingen, dat we cartoons hadden. En daarna op tv dat we toch wel naar dat 4D gingen, bijna 5D. En dat we mensen vanaf elke hoek. Alleen, het is welke hoek we te zien krijgen. Terwijl, wanneer jij jouw camera, die is zoveel beter dan dat. Je ziet zoveel meer dan nog steeds als zo'n 4K camera. Of, er zullen zelfs betere zijn. Die in sommige opzichten natuurlijk beter kunnen zien dan ons. Maar wel alleen observeren wat gegeven wordt, wat geobserveerd moet worden. En wij kunnen voorbij die 5 zintuigen. Van zien, horen, ruiken, proeven en dat voelen. Nou, we kunnen zelfs voorbij die 6e zintuig, waarbij het derde oog alleen maar plaats aan het projecteren is. We kunnen zelfs voorbij onze 7e zintuig. Want je pijnheel klein, die jouw 6e zintuig, dat projecteren met je derde oog gewoon hele videobeelden geeft. En dan ga je echt doorhebben, zoals ik in mijn vorige video al zei. Dat als jij je ogen dicht hebt, dat je in het alles bent. En wanneer jij je ogen opent, door jouw lichaam, waar jij nu in zit, zit je op een punt in dat alles. Jouw hier in je ogen dicht of open, dat zijn jouw gedachtes. Dit hier al waar je alles doet, is in een gedachte. En zodra jij gaat zien dat niet alles 2 of 3D is, maar jij kijkt naar water en je ziet die vibratie erin, je ziet structuur erin, je ziet vormen erin verschijnen, je ziet het licht erop weer kaatsen. Je ziet de bodem, dat daar ook structuur zit, door de stroming die in het water zit. Verder ga kijken dan alleen maar wat je voor je ziet. Je wilt meer weten, je wilt weten wat eronder zit, wat erboven zit. Alles, alles moet je echt gewoon ook om kunnen draaien. Alles wat boven je zit, zit ook onder je. Alles wat onder je zit, zit ook boven je. Wat in je zit, zit buiten je. Wat buiten je zit, zit in je. Als je die dingen gaat zien, dat is echt de volgende stap in een groei van bewustzijn. Een stap naar 5D toe.